Ik heet welkom Ancilla van de Leest. We hebben het natuurlijk over het nieuwe aanstormende politieke talent Ancilla. Ancilla van de Leest is van de Piratenpartij, de lijsttrekker. Ja, want zij vecht voor internetprivacy. Ik vind haar inhoudelijk heel sterk. Ze weet veel van het internet. En er zijn weinig Kamerleden, heel weinig Kamerleden, die iets van technologie en internet afweten. Het internet en de digitalisering zien we als een hele mooie empowerment tool voor de burger. Voor meer inspraak, meer democratie. 4 jaar inmiddels heb ik op heel veel onbegrip gestuit. Omdat wij in Nederland op een of andere manier hebben wij een soort eindeloos vertrouwen in onze overheid. Dat is de tegenwoordige tijd. Ja, maar op het moment dat je... Vind je jezelf zo belangrijk dat je afgeschermd wil worden voor iedereen? Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten in de democratie. Van, als je me even laat uitpraten. Last van, oh, ik vind het zo erg. Op het moment dat ik een B-site had en daar fotomateriaal op postte, ja, het werd geript. Er zijn duizenden sites die mijn foto's hebben gepost waar ik echt nul moeite mee heb. Eens een dief altijd een dief, toch? Nou, het is sowieso niet diefstal. Piraterij is wanneer je een kopie maakt en het origineel blijft staan. Wat mij betreft is het hele downloadprobleem is ook een serviceprobleem. Want voor elke website die je blokkeert, gaan er 10 terugkomen. En het zet de deur wagenwijd open voor inperking van onze privacy, voor communicatie. De Piratenpartij, hoeveel zetels? Onder de Kamer is straks. Leuke dame. Het is best wel heel ernstig wat er nu gaande is. We hebben altijd een vrij internet gekend vanaf 1994 voor het publiek. En nu wordt er gezegd van nou, dat is niet zo vrij. Dus eigenlijk bouw je weer een stukje totaal surveillance. Je kunt niet iedereen gaan monitoren, toch? Big data. De overheid wil het liefst alles van burgers weten. Want dan voorkom je fraude, voorkom je ook criminaliteit. Daar kun je niets op tegen hebben, zou je denken. Ja, heel grappig. Dat zegt totaal niet wat ik denk. Dit wordt verkocht aan ons met allemaal hele mooie woorden. En dat het met een hele hoop voorzichtigheid gebeurt. Dat op een gegeven moment bedrijven en overheden zodanig samen gaan werken. Dat de burger buitenproportioneel onderschot ligt. En er bijna geen enkele controle meer is op degene die al die data verzamelt en gebruikt. Naarmate je meer gegevens over mensen verzamelt, kan je ook makkelijker pinpointen van wie die data is, ook al is het geanonimiseerd. Je had niks te verbergen, geloof ik? Nee, ik heb helemaal niks te verbergen. Leuke show. Ja. Echt een leuke show. Ancilla, je argument. Je mag dus in Nederland niet alles zeggen. En in Nederland lijkt het toch een beetje alsof we het maatschappelijke debat het liefst overlaten aan diezelfde 4 gezichten bij De Wereld Draait Door of bij Pauw. En het grappige is dat sinds de verkiezing van Trump dat ik opeens heel veel mailtjes krijg van bezorgde burgers, als het ware. Deze man heeft macht over het complete surveillanceapparaat wat nu in werking alle gegevens. Exact, van iedereen. Echt iets aanspreken waar ik gewoon niet van in slaap val. Contant geld is niet langer acceptabel. Op het moment dat we dat contant geld opgeven, dan zijn wij als burger machteloos. Maar het is uiteindelijk gaat het er toch een beetje om dat overheden steeds meer data over burgers verzamelen. Dat de overheid steeds meer macht krijgt. En dat dat gebruikt wordt tegen juist de zwakkeren van de samenleving. Dan ga je toch wel een beetje aan je veiligheid zitten. Was het maar zo dat ze het zouden kunnen, maar het kan helemaal niet. Dus ik kan u uit de droom helpen. Ik vind u een beetje naïef, mevrouw. Fantastisch. De inhoud van een nieuwe collega. Nederlandse volk, de Piratenpartij in de Kamer wil, dan gaat die dame in de Kamer komen.